Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 3 april van Weerplaza. Het is vandaag nogal onbestendig onder invloed van een lage drukgebied boven Engeland. De wind komt vanuit het zuiden en we zien een afwisseling van zon- en wolkenpartijen. Vanochtend kan er al een enkele bui vallen bij 10 tot 12 graden. Vanmiddag wordt het 15 graden in Den Helder tot 18 graden in Limburg. En ook dan is de lucht onstabiel met af en toe een enkele bui. De buien worden steeds feller. Er is kans op hagel en onweer. Vooral later vanmiddag en vanavond. En vanavond ligt de temperatuur tussen de 12 en de 13 graden. En dan is het erg buiig. Morgen is het ook wisselend met een komen en gaan van buien. Soms zijn er mooie momenten met zonneschijn. Het wordt morgen 13 tot 16 graden bij een matige zuidelijke wind. Donderdag is het tijdelijk koeler. Het wordt dan hooguit 9 of 10 graden. De wind draait naar het westen. Ook dan is nog een bui mogelijk. Vrijdag en zaterdag blijft het droog. En de temperatuur gaat dan omhoog naar 19 of 20 graden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.